Ik ben hier bezig als vrijwilliger en voornamelijk als field crew. Tenminste, laten we zo zeggen, in totaal 11 dagen ben ik als field crew ingedeeld. En nog één keer ben ik bij Duke Archery. Maar verder ben ik field crew. En als field crew zijn we dus een deel van het veld. En dat zorgen we dat het veld helemaal in orde is. Dus van lijnen, blazoenen, alles wat het met het veld te maken heeft. Zodat de schutters in principe dat kunnen doen wat ze moeten doen en zijn pijltjes schieten. Ik vind het hartstikke leuk, het gaat hartstikke gezellig. En natuurlijk overal zijn er problemen, maar als je problemen ziet, zie je ze. Ik zie uitdagingen en we pakken ze elke keer weer op en we lossen alles lekker op. Je hebt nooit eigenlijk de kans in je eigen sport op een wereldkampioenschap te staan. Om een heel wereldkampioenschap van begin tot eind mee te maken. En ook het plezier te hebben van de overwinning, die heb je dan al niet zelf, maar die hebben anderen. Maar je hebt er wel aan bijgedragen. Kijk, op de finale, dat is een betaald iets, maar voor de rest is alles vrij. En je kunt een keer echt de sport zien van alle kanten. Je kunt de sporters ontmoeten. Je kunt als publiek aanwezig zijn bij deze kwalificatiewedstrijden. Ik denk dat het een eenmalige kans is. En zeker als je van deze sport al gehoord hebt en geïnteresseerd bent, dan moet je dat zeker een keer doen. Zeker.